Sinterklaas is zijn meter kwijt. Op een dag had Zwarte Piet geen opvang voor Kleine Piet. Dus kwam Kleine Piet mee naar het kasteel van Sinterklaas. Het begon allemaal toen Sinterklaas lag te slapen in zijn bed. Kleine Piet wou een grap uithalen, dus sloop hij naar binnen in de slaapkamer van Sinterklaas. Daar op het nachttafeltje lag de meter. Kleine Piet besloot die te nemen en te verstoppen in een pakje. Sinterklaas werd wakker en trok toen hij zag dat zijn meter weg was. Hij vroeg aan alle Pieten of ze zijn meter hadden gezien. Niemand had de meter gezien. Ook Kleine Piet zei dat hij van niets wist. Hahaha, dacht Kleine Piet. Toen dacht Sinterklaas, dan vertrekken we maar naar de duiken. Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen bij de schoorsteen en Muziekpiet gooide het bakje met de meter erin en Muziekpiet zei, dat was het laatste pakje. Dus ze kwamen thuis en Sinterklaas begon te huilen. Waar is mijn meter toch? Riep de Sint. Muziekpiet vroeg aan Kleine Piet, jij maakt steeds grapjes, heb je de meter verstopt? Hij zag dat Sinterklaas heel verdriet had en zei, ja, ik wil een grap uithalen en ik heb de meter in een pakje gestopt. De volgende dag belde iemand aan bij het kasteel. Het jongetje zei, Sinterklaas, jouw meter zat in mijn pakje. Ik breng hem maar terug, want ik heb een andere schenkje op mijn lijstje gezet. De Sint bedankte de jongen en gaf hem een hele zak vol snoep en heel wat extra speelgoed. Kleine Piet besefte dat zijn grapje grote gevolgen had voor de Sint. Hij bood zijn excuses aan en beloofde de meter elke dag op te blinken. Eind goed, al goed, zei Sinterklaas.